Je weet dat je de hele dag gefilmd wordt. Ben je een beetje type James Bond of? Van harte welkom. Het wordt weer een fantastische dag. Hebben we er allemaal zin in, jongens? Lekker weertje. Fantastisch. Hebben we allemaal geregeld, hè? Goed. Alle kinderen die hier spelen, of mannen, hebben allemaal ergens een handicap. En die hebben bijna nooit een situatie, een podium, dat er zoveel aandacht is. En nu spelen ze allemaal bij Ajax of PEC Zwolle. En dat komt gewoon nooit voor. En je merkt gewoon dat ze dat zo waarderen. En dat is ook een enorme stimulans, denk ik, voor het geefvoetbal. Ik vind het heel goed dat daar aandacht voor is. En er zit zoveel plezier in. Ja, dat is gewoon heel mooi om daarmee mee bezig te zijn. Nou, ik ben het zelf slechtziend. Ik zie 20-25%. En een witte voetbal heeft hier, omdat je witte lijnen hebt en soms wat witte boarding langs de zijkant en gewoon veel wit in de omgeving, valt een witte bal niet zo erg op. Dus hebben bij de vereniging hebben ze oranje ballen. Ja, in het gewone voetbal dat gaat mij net te snel en zo. En, ja, bij het geefvoetbal pas ik wel gewoon thuis. Ja, dat is wel leuk. Ja, erg naar mijn zin. Zo. Oké, Peter, jij mag kiezen. Is het blauw of wordt het geel? Blauw. Is dat blauw? Het is geel. Ja. Dus jullie mogen een kamp kiezen. Ja, elk jaar een geweldige dag om mee te maken. Ik ben hier vaker geweest en het begint eigenlijk als je binnenkomt. Alle kinderen en alles die houden zoveel voetbal, zien alles op tv, herkennen je ook direct. En ze zijn ook heel eerlijk. Hè? Ik heb hier een keer gehad, er kwam ook een jongen naar me toe. Die zei van, jij bent toch Bas Nijhuis? Ik zei, ja, ik vind je heel slecht. Dus wat dat betreft zijn ze direct heel eerlijk. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En je ziet het, hoe dat hier beleefd wordt. Het is gewoon geweldig. Dus, Fetus? Ja. Bing that paper! Laat je even aan. Uitbal! Oh, trainen. Rust. Even de trainer, die moet wel eens de zone blijven. Trainen even achter het lijntje. Zo, geen rouwen. Ja, lekker, hè? Oh, jammer. Ga door, Peter! Ga door! Ja! Het is gewoon leuk omdat je zoveel blije gezichten ziet. Dat je dus weet dat je het voor mensen doet die een hele bijzondere dag beleven. Zelf draai ik 23 jaar mee. Er lopen hier nog steeds vrijwilligers die ook alle 23 jaar meedraaien. Ja, toch eigenlijk wel iets om mensen te plezieren. Ja, fantastisch dat mensen met beperkingen ja, op deze manier toch gewoon hun sport kunnen bedrijven. En dat doen ze door het jaar heen uiteraard op clubniveau. Want als het dan ook nog extra gestalte kan krijgen in de vorm van zo'n dag waarbij eigenlijk de topsport en de gehandicaptensport de handen ineens slaan. Ja, dat is eigenlijk de essentie van sport.